Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Op een prijskamp worden dieren beoordeeld volgens hun rasstandaard. De taak van de jury lijkt dan ook erg makkelijk, maar wanneer je met verschillende juryleden voor verschillende trekpaarden staat, wordt het plots knap lastig. Want dan stelt zich de vraag, wat is binnen de standaard het belangrijkste? Voor Jean-Pierre Delfos is dat zeer helder. Een paard moet op de eerste plaats goed bewegen, soepel en correct. Ja, ik ben Delfos Jean-Pierre. Ik woon hier Roms in Oost-Vlaanderen. Mijn ouders en grootouders, hij is altijd angstouder geweest. Ik heb de stil een beetje laten vallen, begin van mijn trouw. Maar nu ik ben weer in, maar nu ik moet stoppen, probleem van gezondheid. Ik ben door de jury geworden, iets van kennis van mijn ouders, grootouders. Veel prijskamp doen als ik jong was. Nog altijd. Ik heb lang paarden gehad. Mijn neuk heeft moeten stoppen, wil zieken. Ja, hoe kom in de jury? Een beetje van kennis van doodheid. Zijn er veel die ze pijs dan de paarden kennen, maar ze zijn nog verre van. De stijl van de paarden is veel veranderd sinds de jaar chest tot nu toe. In de jaar chest, we moesten een paard hebben die weg, maar nu het is meer een luxe paard dat we moeten hebben. En een paard die kan nog weg, maar niet voor te trekken. Veel stoet te doen in dat al. Maar niet voor die zwoere paard met een vrije borst, een vrije nek, dat is weg. We moeten een mooi paard hebben, smal, niet met veel been, maar niet te veel ook. Proper in de poten, en een schone bovenlijn, een schone kop, een zuiverer been, veel beweging. Voor mij dat is het bijzonderste van de paarden. Want een paard die niet kan draffen of stappen, ik moet dat niet hebben. Hier ben ik gevraagd in Nat aan de plek van een ander mensen zeker, die geopereerd is van zijn heup. Maar ik heb meer of een keer geweest voor jury en veel in Frankrijk. In België ook, maar ik kon dat een beetje laten vallen, want groeit prijskampenpaarden, dat is moeilijk van de twee te doen. Maar nu al mijn prijskampenpaarden zijn weg. De moeilijkheid van jury te zijn, het is allemaal content te doen en niet kijken aan een vriend. Het is de paarden dat me jugeer. Het is de paard op de dag en niet de paarden van de verleden week. Want een paard kan veel veranderen op een week. Ze kan mank, ze kan niet gezond. En een paard is slecht een mens. In de dag is die goed, een andere dag is die niet goed. Dus voor de beweging dat verandert soms een keer op een week veel. Die beweging moet soepel zijn, correct te zijn. Dat wil zeggen dat een paard moet in een carré zijn, goed als in een vierkant zijn. Goed gesloten aan voor, goed gesloten vanaf de schenkel, goed gesloten. Niet te veel open, want een paard wanneer dat die oud was, kwam rap genoeg open van achter. Die schenkel moet bij kant tegen kant zijn. En voor de beweging, ze moet genoeg die schenkel om muur trekken. Daarmee goed die voet, die kloof zien of dat al, dat die niet slijpt. Dus voor het moment zijn bijzonder paarden die kan goed eraf. Er zijn er nog veel die kan niet de voet op genoeg. Voor mij, alleen voor mij. Dat is het bijzonder punt van een jury. Jury te zijn voor moeilijk is niet moeilijk, maar men moet zijn vriend op de kant leggen. Het is de paarden dat me jugeer en niet de eigenaar. Dat is het bijzonder punt voor jury te zijn. De plezier voor mij is voor vriend ontmoet en de paarden te zien. Hoe dat de kweek ze kweken, hoe dat die een angst kweken, hoe dat de merrie kweken, hoe dat die lijn, die bloedlijn die komt, dat is de veel bijzonder. Want een goed wens. Een goed merrie brengt niet altijd goed veulen. Dat kan soms een keer zijn met een slechte tens en een goed merrie dat ik een goed veul heb.
Wanneer dat ik jong was, mijn merrie die nooit gekeurd geweest. Het was de beste kweker dat mij had. Wanneer dat ik in de joer, het was in de joerchester dat. En die merrie is kampioen geweest, nationaal. Hij overal, op zijn 3 jaar leeftijd, me kost niet, op die tijd, me kost geen prijs kan niet meer doen, dat is al gewoon. En die merrie, ik heb dat moeten verkopen in het jaar 70 zeker, ja. Hij is gegaan op de streken van Brussel, maar ik weet niet waar. Ik weet niet meer waar. Het is Verkes die ze mij gekocht voor iemand. Ja, dat is een bijzonder punt. En ja. Surtout nu, het is veel problemen. Allemaal is jaloers. Zelf die president van de sociëteit, niet van de sociëteit, van de provincie, dat al, ze komen niet meer overheen in de provincie. En dat is spijt, dat is de dood van de paard. Veel jaloezie, dus ik weet niet, ik begrijp dat niet. En een eigen naam kunnen verliezen en winnen. Het is in alle sporten, het is in de voetbalploeg, ze moeten verliezen en winnen. Het is overal in alles.